Zo word je als VA goed betaald. Ik weet nog dat ik dacht, oh, VA, ja, dat is denk ik echt helemaal wat bij mij past. Toen ik ontdekte en hoorde van het VA-schap. En ik dacht, wauw, hoe gaaf zou het zijn als ik gewoon voor mezelf kan starten en 25, 30 euro per uur kan verdienen. Nou, dat is niet verkeerd. Maar wat ik ontdekte was dat je als VA veel meer kan verdienen. En hè, als we gaan kijken naar administratieve diensten, secretariële diensten, nou, dan is het normaal dat je daar ongeveer tussen de 25 en 40 euro per uur voor wordt betaald. Als we gaan kijken naar technische of specifieke diensten, dan kun je al tussen de 40 en de 50 euro per uur gaan vragen. En ga je je nog verder specialiseren als een echte expert of een manager, dan kun je tussen de 50 en de 100 euro per uur gaan verdienen. Ja, dat klinkt echt mega, toch? Ik was echt super verbaasd toen ik dat ontdekte. En wat daarbij belangrijk is, is dat ondernemers die willen echt wel betalen. Maar niet zomaar natuurlijk. Hè. Daarom is het als je administratieve diensten levert, dan ja, word je daar niet zoveel voor betaald. Dus het is belangrijk dat jij als ambitieuze vrouw jezelf gaat opwerken. Dat je meer waarde, steeds meer waarde gaat leveren aan ondernemers. En dat jouw tarieven steeds verder omhoog gaan. Ondernemers willen namelijk betalen als het ze tijd oplevert. Maar ook als het ze geld oplevert. Als het te maken heeft over relaties. En als het over gezondheid gaat. Of status. Nou, dat zijn dus echt vijf dingen. Hè? Dus tijd, geld, relaties, gezondheid en erkenning en status. Dat zijn de vijf punten waar ondernemers geld voor willen betalen. Als jij zoveel mogelijk op die punten inspeelt met jouw diensten, zijn ze ook bereid om jou daar goed eens voor te betalen. En ze betalen jou niet voor de kennis die je hebt zomaar. Maar ze betalen jou doordat jij die kennis toepast in hun bedrijf. Dat wil zeggen dat jij hun bedrijf flink helpt, mega helpt te groeien. Dat ten eerste, dus dat je ze helpt te groeien. Maar ook dat jij met die kennis hun helpt om ze in beweging te zetten. Want ondernemers die lopen op een gegeven moment vaak vast. Het hele ondernemerschap is echt heel erg veel. En ik kan het weten. Ik heb zelf dus als VA gewerkt. En nu sta ik aan de andere kant als business coach. En dat is echt een mega verschil. Dus er komt onwijs veel op je af. Ondernemers hebben op een gegeven moment door die hoeveelheid lopen ze vast. En hebben ze een sparringpartner nodig. Iemand die snapt hoe alle facetten in het ondernemerschap werken. En diegene aansporen om succesvol een bedrijf te laten groeien. Dus allereerst betalen ze jou voor het toepassen van die kennis in hun bedrijf. Maar ook om ze in beweging te zetten. En dat geldt niet voor iedere ondernemer. Bij de ene ondernemer moet je veel meer in beweging zetten als de andere ondernemer. Nou, dus daarbij komen ook de coachingsvaardigheden bij kijken. Het is ook belangrijk dat je dat leert. Ja, je bent veel meer dan een assistent. Je bent echt een high-level sparringpartner. Dus zorg ervoor dat je op gelijkwaardig niveau komt staan. Hè? En dat je voor je gevoel ook op gelijkwaardig niveau staat. Hè? Dat je dat voor jezelf al besloten van, hey, ik ben gelijkwaardig en we gaan samen die hele business een flinke boost geven. Als ik kijk naar mijn verhaal, ik ben dus gegroeid van VA, heb ik daarna meer geleerd over online marketing en ben ik naar het virtueel manager niveau gegaan. En ik heb altijd gekeken, een van mijn doren in het oog is dat bedrijven echt heel veel kansen laten liggen. En ik heb altijd met mijn klanten gekeken, oké, waar kun jij verder verbeteren, professionaliseren, groeien. Dus en dat waardeerden ze ook enorm. En dat maakte ook dat ze klant bij mij werden en klant bij mij bleven. En dat willen ondernemers. Ze zorgen ervoor dat je die skills leert. Nou, ik ben super benieuwd wat je van deze video vond. Laat je reactie hieronder achter. Super tof.